Ja, aangereden. Aangereden. Ja. Ja, eigenlijk op het moment dat je vertrekt en ze vragen van hoe ver ben je? Of, dan zou ik kunnen zeggen dat ik net ben aangereden. Ja, maar dat denken ze hier natuurlijk dat ik een auto-ongeluk gehad heb, wat dan niet het geval is. Dus dat, dat is wel eens verkeerd gegaan. Ja. Ja, op welke manier? Nou ja, de vraag, kijk, de reactie op iemand die net is aangereden met een auto-ongeluk is natuurlijk iets anders dan de reactie op iemand die net is vertrokken met de auto. Dus een beetje op die manier, hè, van wat is er gebeurd en hoe is het zo ver gekomen. Maar ja, verder niet heel spectaculair. Herken jij dat? Nou, we hadden het er net al even over natuurlijk, maar ja, voor mij, West-Brabants is toch ook gewoon aangereden worden, is gewoon aangereden worden met de auto, hoor. Dus nee, ik snap ze hier ook wel. Dat is echt een beetje Oost-Brabant is toch een beetje het, ja. Ja, is dat een groot verschil? Nou, niet heel groot natuurlijk, maar kijk, bij West-Brabanders voor ons toch een beetje meer, Ja, verbonden met over de rivieren, nou, zo? Dat zou ik ook niet zeggen. Ik wou, nee, ja, gewoon wat meer, nou, hoe kan ik het best doen? Ja, ik ben heel benieuwd. Sophisticated. Ah ja, mooi, mooi. Nee, dat is overdreven. Nee, ik begrijp het wel. Wij zeggen ook wel wat van, wij rijden aan, maar wij zeggen niet echt aangereden. Ik ben aangereden, nee, ja. Nee. Ja, dat zal aan mij liggen dan. Maar we begrijpen elkaar. Ja, dat wel. We zitten wel ongeveer op dezelfde lijn. Heb ik er nog eentje? Nou, dat doe ik direct. Ja. Dat doe ik meteen. Nee? Ja, dat doe ik gelijk. Of dat doe ik direct. Ja, direct. Maar dat schrijf je niet zo, hè? Nee, dat schrijf je niet. Hij schrijft het wel verkeerd. Dat doe ik direct wel. Dus, ja, als je direct, ja, maar direct is wel, ja, van direct. Direct. Dat doe ik direct. Maar maar wij schrijven het. Ja, ik schrijf het ook niet. Nee, ik schrijf het D-E-R-E-K. Ja. Ja, direct. Ja, maar ik denk wel, als wij dat zeggen, ik doe direct, dat iemand hier zou kunnen denken van, oh, die gaat het nu doen. Terwijl, dat gaat nou even overheen. Kan ook over 2 uurtjes. Ja, minimaal. Ja, doe ik zo. Doe ik direct wel. Ja, doe ik direct wel. Een verder. Een bakje koffie. Lekker, man. Kijk, daar heb ik er nog eentje. Ja, deze. Ons man. Oh, ons man. Zeggen ze dat hier niet? Nee, ja, volgens mij. Mijn moeder. Ons ma. Nee, ook niet eens ons. Ons ma? Niet in ons? Nee. Is niet van jullie. Dat is echt Brabant, ons. Ja, dat zijn van ons. Ja, nou ja, maar we delen alles in Brabant. Het is gewoon één grote familie. Gewoon ons. Ja, ons ma. Is dat trouwens het grootste verschil tussen de twee Volendammers uit jullie selectie? Dat? En de Brabanders, qua dialect? Je hebt wel alle twee een dialect, dus dat verbindt ook al, hè. Dus klopt, die worden ook nog wel eens raar aangekeken van, wat zeg je? En, het valt wel mee dat het contrast tussen onze dialecten, dat valt allemaal wel mee, hoor. Ja, en wie vindt ze dan echt zichzelf dat hij goed ABN praat? Hugo Wenschens. Ja, dat is ABN, hè. Dat is Hoes Geest. Ja, ik weet niet waar, maar daar, dat is precies hoe ze ook in Hilversum praten. En het is heel netjes. Er zit, er zit niks qua accent in. Is je daar ook trots op? Ik denk het wel. Jawel, dat vindt Zou Hugo. Zou hij niet toegeven? Dat gaat hij niet toegeven, maar vindt hij mooi, hoor. Mooie fan. Hebben we nog eentje? Kant. Oh ja, bekant. Bijna. Ja, bijna. Ja, dat is echt een heel Brabants woord. Dus ik denk, als je dat tegen Henk Veerman zegt, dat hij denkt... Nee, ja, maar dat ligt niet aan Henk. De rest ook denk ik, ja, bekant. Ja, precies, ja, bekant. Gebruik je dat wel hier ook? Ik denk alleen dat je dat onderling wel eens... Ja, dat gaat. Maar ik denk, je bent er toch wel bewust van dat ze het allemaal niet zo goed verstaan hier. Ja, dus pas je houdt echt rekening met... Ik ga maar enorm, zo. Ja, zo. Je gaat dan niet... Dat is wel zo. We moeten echt wel wat meer en ABN, beter ABN praten als we hier zijn. Ja. Je hebt echt de Brabantse baai voor in de auto. Ja, zeker. En dan deze. Langs wie zit je in de kleedkamer? Ja. Oh, dat is een... Oh, ik dacht dat is een vraag. Nee, langs. Oh, van langs? Ja, daarnaast. De is dat... Wij zeggen de neffen, toch? Langs zeggen jullie niet? Nee, naast. Langs iemand. Ja, we kennen ook neffen. Ja, de neffen. Langs is echt Brabant. De langs, dan ben je, maar schijnbaar is de langs, dan ben je er voorbij. Dat is ook weer Oost-Brabant, denk ik. De langs? Jij zegt niet. Wij zeggen niet per se langs wie. Nee, maar ik kan alle twee zeggen. Ja, wij. Langs. Wie zit dan neffen, jou? Ja. Dat zouden wij in Breda zeggen. Ja, de neffen. Ja, dat zeg ik ook. Dat zeg ik ook alles. De neffen. De neffen. Ja, maar langs kan ook. Ja. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Dat is belangrijk. Dat wou ik zeggen. Kijk. En de allerlaatste, die is weggewaaid. Maar dat is, zeggen jullie nog hier houden? Of? Ja. Nee, dat zeggen we wel eens. Om een beetje te Gewoon wel om het een beetje erin te houden. Houden.
Een beetje cultuur verrijken hier in Den Haag. Ja, is dat nodig? Nee. Ja, blijkbaar wel. Want vaak Robbie, de materiaalman, die wil hout doen. En die gaat het dan heel opvallend, wil hij dat dan even terugroepen. Maar ja, dat komt toch niet over. Nee, pak je hem wel eens terug met Den Haagse tongval, Robbie? Ja, er zijn bepaalde woorden die worden. Nee, dat wordt er regelmatig gebruikt. Ja. Maar ja, je hoort het wel. Wat is EN? Dat is AH hier volgens mij, hè? Robbie dus Goza. Goza, Wassa. Ja. Met alles. Truitje. Truitje. Happy. Ja, is een mooie fan. Ja. Ja, dat is een mooi fan. Happy regenjassie. Ja. Er zijn nog mooie Haagse woorden die je hebt geleerd de afgelopen tijd. Nee, ja, of het blijft bij scheldwoorden. Ik denk ook niet dat tegenwoordig is het niet dat je ergens in een regio komt, vooral in Den Haag, waar je een accent hoort. En denk, dat heb ik nog nooit gehoord. Dus nee, je komt het heel veel van die. Op tv hoor je het wel voorbij komen. En, dus nee, dat valt nog wel mee.